Mijn grootvader bedacht een systeem waarop het zo voordelig zo mogelijk zou zijn om te gaan oogsten. Normaal heb je een vierkante akker. De vierkante akker moet je heel even draaien en keren. En dan krijg je ook de kopakkers aan weerszijden, hè, waar je dan gedraaid hebt, waar de opbrengst altijd minder is. Dus mijn grootvader had de cirkels, was hij geïnspireerd door in Amerika, toen voor irrigatie bedoeld. Ja. Maar hij dacht van ja, als ik nou ook de ronde cirkels neem, dan kan ik als ik begin met ploegen, kan ik continu door blijven ploegen. Ja, ja, dus, ja. En daarmee hoefde hij nooit te draaien en had hij gewoon ontzettend veel tijdwinst. En geen opbrengstverlies. En daarom is dit wat daarom we nu is zien. Daar een cirkel terechtgekomen, die is 12 hectare groot. En daar heb je er eentje, die is 10 hectare groot. Waarom hebben we dat dan niet allemaal gekopieerd in Nederland? Was toch niet zo heel handig? Het is natuurlijk niet economisch, want je hebt natuurlijk allemaal reststukjes ertussen zitten. En voor mijn grootvader was dat prima. Ja, want dat was een natuurmens en die vond het wel goed dat er een beetje natuur tussen de akkers zat. Maar vanuit economisch oogpunt is het natuurlijk, wil je alles zo kort mogelijk naast elkaar hebben, zodat je optimale opbrengst hebt.